Als je naar boven kijkt, daar het zwarte gat waar je dat ziet, daar hangt het. Normaal hangt daar het oog. Sinds begin april gaat dit zwarte gat in de nok van de Sint-Jan. Bij een inbraak in de nacht van 8 op 9 april sneuvelden 4 glas in loodraampjes, werd een brandblusser leeggespoten, op de vloer geplast en werd een verzegeld kistje gestolen. Bovenal raakte dit kunstwerk beschadigd bij de brute actie. Sinds woensdag is het zogenaamde alziende oog van God weer terug in de Sint-Jan na een ingrijpende restauratie. Een van de stralen die was afgebroken, die hebben we ook niet terug kunnen vinden. Maar uiteindelijk heeft Femke Rinkel van Rinkel Decoraties, die heeft het gerestaureerd, dus we hebben die staal ook teruggebracht. Het is ook schoongemaakt, het is ook weer helemaal netjes op kleur gebracht. Dus het is weer helemaal in de staat zoals het moet zijn. En het is nu staat op een hele unieke plaats, want normaal kun je het van dichtbij nooit zo zien. Maar je kunt het tot 16 september kun je het bewonderen op deze plek en daarna gaat het weer terug naar zijn originele plaats. Het alziende oog raakte beschadigd toen de inbrekers een kistje buit maakten die op het kunstwerk bewaard werd. Daarin zaten persoonlijke verhalen die in 2022 door Bossenaren geschreven zijn voor de toen 800-jarige Sint-Jan. Het was de bedoeling dat het kistje pas 100 jaar later mocht worden geopend, maar het werd bij de inbraak meegenomen en niet teruggebracht. Nou ja, uiteindelijk hopen we dat nog steeds dat er iemand toch tot een keer komt en bezinnen komt en het terugbrengt of het teruggeeft of op zijn minst zegt. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Je kunt er naar gissen, je kunt er naar raden. Misschien hebben ze het gedacht van, ja, we kunnen die open krijgen en hebben ze het weggegooid. Ik weet het niet wat ermee gebeurt. Maar het zou fijn zijn als we het weer terug zouden kunnen krijgen. Nu het alziend oog terug is, zijn de pijlen gericht op het verzamelen van nieuwe verhalen om in een nieuw kistje te bewaren. Die pas in 2122 weer open gaat. En daarvoor doet de Sint-Jan een oproep. Dat mensen opschrijven wat de Sint-Jan voor hun betekent, of betekend heeft. En het maakt niet uit of je nu wel gelovig bent of niet gelovig bent, maar voor heel veel mensen is dit natuurlijk een plek waar mensen naartoe komen om rust te vinden, om bezinning. En dat wordt oproep dus van schrijf op wat de Sint-Jan voor jou betekent.